Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is weer maandag en dat betekent een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede met in de opstelling René Wagelaar. Dag Ed. René en Kik van der Val, FC Twente-legende. Kik. Goedemiddags. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja hoor. Goed hier te zijn. Dus, ja, nee, het is altijd weer gezellig natuurlijk. Altijd gezellig. Van der Val bij Van der Valk. Ja, ja. Ik moest hem even maken natuurlijk. Ja, volgens Paul ben ik zijn vader. Dus, Paul van der Valk, de eigenaar, ja, van, de eigenaar van deze vestiging. Die zegt altijd, dat is mijn vader. Ja. Hoe was het om die wedstrijd te zien van de week? De derby tegen Heracles. Ja, wat is je conclusie? Ja, we gaan het uitgebreid over hebben. Het viel mij natuurlijk een beetje tegen. Van Twente uit. Van Twente uit. Ik had er meer van verwacht. Ik had meer druk verwacht. Maar het rare was dat nadat die rode kaart gegeven werd, zakte het een beetje in elkaar. Ja. En werd het te afwachtend in plaats van wat ze de laatste wedstrijd hadden, die druk op de verdediging van een tegenpartij. Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst even, René, de prijzen. We hebben een prijswinnaar van, in dit geval, de wedstrijd van je leven, FC De Rebellen. Die prijs die gaat naar Lucas Te Lintelo. Lucas, met twee kaarten ben jij bedeeld. Dat komt allemaal in jouw richting. René, ja, dat is een mooie prijs. Maar je hebt nog iets. We hebben nog vergeven. Iets. Volgende week hebben we twee kaarten weg te geven voor de Hanna van Hendrik. In, even kijken, 8 juli begint hij. Dat is op de hangar of in de hangar van Twente, het vliegveld daar. Theaterspektakel. Ja, theaterspektakel. Met Johanna ter Stegen. We hebben het al een paar keer aangekondigd. Ja. En dan gaan we twee kaarten voor weggeven. Dus dan maken we maandag bekend. Maken dat we volgende week bekend. Ja, dat is de nieuwe, ja. Duidelijk. Het was gisteren 1 mei, de dag van de arbeid. En de dag ervoor was de derby. En ik had het gevoel dat Heracles wat meer met arbeidsethos op dat veld stond. Die wisten dat er een derby op til stond. En die gingen er met geslepen messen in. En Twente niet zo. Nee, ik had meer het idee dat een rugbywedstrijd was de eerste helft. Ja. Dat was, het was vallen, het was rollen. Ja. Het was een rode kaart die terecht was. Meer een kegelwedstrijd. Ja, want je zag inderdaad steeds, zag je er weer eentje neerzakken. Maar wat Kik al goed zei, Twente was, het leek wat gemakkelijk. Dat doen we wel. Wilde voetballen misschien. En ja, of kunstgras natuurlijk. Ja. En dat ging ineens anders nadat die rode kaart gevallen was. Toen ging het de andere kant op. En het tempo lag ook eigenlijk te laag, de eerste helft. Eerste helft, zeker. Want Uldering, die moet vandaag geen stem hebben, want die schreeuwde ik denk 200 keer van Breda. Ja. En maar dat deden ze dus niet. En heel veel door het midden. Ja. En ja, Heracles trok zich natuurlijk met 10 man terug. Begrijpelijk ook. Maar levensgevaarlijk in de counter. Want als je zegt 3-4-1 qua grote kansen, nou, dat zomaar gekund. Ja, echt hele grote kansen. Wat? Zijn er meer kansen, dat is duidelijk. Maar Bakkies, die ene die net zo hard naschiet. Ja. Er waren wel echt een paar hele grote kansen voor Heracles. Nee, alle lof voor Heracles. Die wisten dus dat er een derby gespeeld moest worden. Terwijl de meeste spelers die erin liepen, helemaal geen derby gespeeld hebben. Nee. Dus in de La Torre komt niet uit Tubbergen. Nee, daarom. Hij speelt voor Amerika, dus kan je nagaan. Hij speelde wel goed, hè. Hij moet die bal misschien soms maar wat eerder afgeven. Maar het is een type voetballer die dat in zich hebt om druk en power te hebben. Ja. En dat miste je bij Twente. Hij heeft nog 1-jarig contract, maar Jans vond hem interessant. Maar dat kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Hij is wel een goede speler. Gelijk de onderhandelingen openden wat jou betreft, Kik. Namelijk die kost wel wat. Dat is dan een trainer en dan technische staf, zeg ik altijd. Ja, maar interessante speler. Tuurlijk. Dat zijn jongens die... Maar Twente wordt wel vierde, jongens. Want kijk, AZ die is het kwijt. Dat merk je aan van alle kanten. Ajax gaat het weekend naartoe, die winnen dan. Dus Twente heeft ook, het zit ook mee eventjes dat AZ het vorm is. Dat geluk moet je een beetje pakken, dat moet je nou hebben. Maar Twente kan ook een keer gelijk spelen tegen Heracles, toch? Wel. Als je dat van tevoren zegt, van we spelen gelijk in Almelo. Ja, en die hele... zeg je nou, pik mee. Ja. Wat? Ja, dat vind ik wel. Ja, precies. Maar dan is de Twente dit zijn altijd jaren. Wedstrijden, Twente, Heracles, Heracles, Twente. Altijd apart. Die kun je loszien van de rest van de competitie. Er zit van alles in. Je hebt rugby. Ja. Nou, dan heb je nog een bokser die zat achter de goal. Die gaf Tjerni bijna een knock-out. Ja. Alle sporten waren vertegenwoordigd bijna. Ja, daarover gesproken. Je had weekend had je er nog eentje. Dat was Cambuur tegen Heerenveen. Ja, geweldig. Maar ook precies hetzelfde. Ja. Dat was ook van laatste seconde. Ja. Omdat Bas dacht, doe nog iets langer. Het is nog leuk om hier te zijn. Bas houdt van spektakel. Ja. Die wil dat nog 2 minuten amusementswaarde moet zo hoog mogelijk worden opgevoerd. Ik denk dat Bas gewoon Friesin een mooie vrouw vindt. Ja,
Dat gevoel heb ik. Maar hij gaat trouwen, trouwen volgend jaar. Gaat hij trouwen? Hij mag niet kijken. Hij mag niet meer kijken. Ja, kijk wel. Okay. Gaat hij trouwen, ja? Volgend jaar, denk ik. Oh, wat dom. Ja, wat dom, ja. Ja. Ja, jij bent nooit getrouwd geweest. Nee, daarom. Nee. Dus, jij wel, hè? Ja, jij bent vroeger. Of samenwonend. Jij was getrouwd, hè? Altijd. Toen ik 20 was ik getrouwd. Maar ik ben eigenlijk 19... Godverdorie, moet ik even nadenken. Ik ben 45 jaar nu met mijn vrouw. 45 alweer? Ja. Zo. 45 jaar, dat is... Geweldig, respectabel. Ja, mooi, man. Ja, dat is een vrachtje. Maar jij was vroeg getrouwd, vroeger wel. Ik was vroeg getrouwd, ja. Ik, 20, 21? Ja. Zo ging het. Toen ben ik naar Twente gegaan. Rijvers wilde niet anders. Nee, hij wilde getrouwde voetballers. Ja, Rijvers regelde dat iedereen in Oldenzaal kon wonen. Op de Tij. Ik zat in de... Kato Eldering. Even kijken. Nee. Bilderdijkstraat. Straat ernaast Frederik van Edenstraat. Daar zat Willem de Vries. Piet Schrijvers. Theo Palplas zat in de Bilderdijkstraat ook. Eddie Achterberg zat in de Bilderdijkstraat. Allemaal zaten ze bij elkaar. Ja, Willy en René van der Kerkhof hebben in de Bilderdijkstraat gezeten. Dus moest Epidros eens eentje de stad in? Nee, wij gingen altijd weggedoken achterin. Oké. Okay. Ja. En dan kwamen we de dag erop op de training. En dan moest Epi komen en nog bij Rijvers komen. En die zei van, waar was jij gisteren? Ja. Epi zegt, thuis. Ja, was niet thuis. Ja. Was niet thuis. Je was wel thuis, man. Je bel mijn vrouw op. Maar Rijvers die dag altijd van, als ik dat zeg. En hij zegt van, nee, ik was niet thuis. Dan heb ik in ieder geval gelijk. Ja, het was tactisch. Het was heel tactisch. Hij hoefde maar één rondje te rijden, Rijvers, door de wijk. Ja, was inderdaad twee straten. En er waren nog geen mobieltjes, dus je kon toch niks fotograferen als je weg was. En geen social media natuurlijk. Heel belangrijk. We gaan het zo over het legendarische team hebben, met dat record, waarover zo meer is dadelijk. Maar eerst nog even, jij noemde het al, de bokser bij Czerny. Een beetje gekscherend, maar het is natuurlijk belachelijk dat er rapporten. Het was een duel. Of een klap of een duel. Ja, het was wel een klap. Ja. Het was wel een klap. Ja, het was toevallig, dat mannetje had een polootje aan, zag ik toevallig. En die kwam naar voren toe en Czerny, die zal wat gezegd hebben. Nee, die wilde de loending weghouden. Oké, nou kun je nagaan. Maar ik bedoel, dan zo'n reactie, dan denk ik, joh, kom maar op. Maar zou ook niet goed zijn als je gewoon standaard, wat er dan ook is, gewoon 5 jaar, iedereen wie wat doet, gewoon 5 jaar, bom, uit stadion weer. Stadion. Misschien wel. Allemaal wie dat doet, of op het veld gaat lopen. Ja. Standaard is 5 jaar. Ja, je moet een grens trekken ergens natuurlijk. Hè, want dit kan toch niet? Ik bedoel, en dat bier wat er... Ik bedoel, dat bier is zo duur tegenwoordig. Dat gooi je toch niet weg? En met een plastic beker, hè? Ja. Plastic beker en aanstekers. Sinds dat het niet meer weggegooid mag worden, doen ze het op die manier. Ja, precies. Ja. Dat is het. Ik vind het zo zonde, maar goed, geheel tezijde. Bij normaal was het cultuur vroeger. 100% maar dat was... is het van alle supporters misschien 5 hooguit. Hooguit, ja. Die dat doet, 5. Ach. Nou, dan moet je die maar. Er zal er wel eens meer van de tweede ring. Er zal er zo'n bekertje naar beleden gegooid worden. Dat biertje, dat is op zich... Hè, nee, vind ik ook niet kunnen, maar goed. Maar tuurlijk niet. Zo'n lading was niet te geloven. Nee. Die werd er dronken van, die Oenestal. Ik denk dat degene die gooide, dat die ook dronken was. Ja. Maar nou is het zo dat Valentijn Driessen, die heeft het over... je moet dan gelijk met z'n allen van het veld aflopen. Ja. Misschien is dat wel een steed, maar niemand had dat in de gaten op dat moment, denk ik. Hè, dat het die klap? Nee, dat denk ik niet. Het was heel erg op elkaar. Ja, dus, een man of 10, 11 bij elkaar daar, dat zie je niet. Dus dat is achteraf makkelijk praten. Van het veld aflopen, dat is ook weer zoiets. Ja, waar trek je de grens? Waarom? Misschien wel wat ik zeg. Die 5 jaar, als iemand. En we hebben hem in beeld, dat is hem. Nou ja, hij zal gesanctioneerd worden. Hij is opgepakt door de politie. Ja, klopt. Dus dat zegt genoeg. Ja. Hè? Dus, maar goed, het is gebeurd. En laten we hopen dat het nooit meer aan de orde is. Dat Heracles een kaarsje opsteken, dat het niet meer gebeurt. Ja. Wil jij daar nog iets over zeggen? Over de ban van Johan Derksen? Nou, dat is het allerergste van de laatste week wat ik mee heb gemaakt. Wat hij daar zegt. Dat is misschien vrouwenvriendelijk of hoe smakeloos. Je het wil. Een beetje smakeloos. Smakeloos ook. Het is mannenhumor. Beetje stoer. Maar het is een beetje stoer doen. Een beetje stoer doen. En dat vind ik gewoon, meen ik serieus, dat denk ik bij mezelf, joh, doe normaal. Ja. Maar wij mannen interessant, want er zit Van der Gijp zit keihard te lachen. Ja, die begint over een honkbal knippen. En die vindt Van der Gijp sowieso een nep. Want nee, maar... En dan heb je die andere, dat is echt een advocaat.
Nee, maar dat die Gené. Ja, die nul. Als je dat gezicht ziet, dat zegt al genoeg. Ja, nee, maar dat zei Van der Gijp vanuit absurdisme. Die dacht dat het een absurd verhaal. Ja, maar die wil altijd. Die vind ik. Die is veranderd. Die is niet meer zichzelf. Die vond ik altijd al een beetje. Lacht overal om wat hij ook maar vertelde. Nee. En daar vond ik helemaal niks erbij. Nee. Maar daar gaat het niet om. Maar Van der Gijp, Derksen is verbannen. Belachelijk hoe je dan behandeld wordt door heel van de radiozenders uit praatprogramma. Overal in één keer. Alle deugers melden zich. Ja, maar zo erg is dat toch verdorie. Ja. Niet. Maar dat is nu tegenwoordig. Het is wel zo. En het is wel jammer. Hij had het misschien het gelijk. Nu hebben we niks meer iemand die mening zegt. Gelijk, boom, hup. Ja. Nou, dat zegt er niemand meer. Maar heeft hij 3 dagen de tijd gehad eigenlijk. En dat is Derksen ook weer. Zo eigenwijs dat hij zegt van... Hij heeft wel min of meer niet publiekelijke mea culpa, maar wel gezegd dat hij natuurlijk dom is geweest en dat hij niet had moeten zeggen. Maar goed, dat wordt dan ook weer verkeerd uitgelegd. Juist. Ja, feit is dat het ontzettend... Het beste is gewoon je bek houden. Ja, daar gaan we. Een hele dag de bek houden en niks meer kunnen zeggen. Daar gaan we naartoe. Maar het is natuurlijk ontzettend jammer dat het programma van de buis is in zijn algemeenheid. Hè. Ik vond het de laatste tijd wel een beetje erg allemaal. Omdat het zeg maar breder werd getrokken, omdat het overal over ging hebben. We gingen overal over hebben en de voetbal was ineens bij wijze van spreken niks. Niet altijd. Vaag. Kijk, hij heeft 5 jaar lang Marjan Olvers afgemaakt. 5 jaar lang heeft hij die Angela de Jong afgemaakt, Van Gaal. Hij heeft er natuurlijk zoveel jaren elke keer maar weer gebruikt. En iedere keer werd er om gelachen. Ja, maar Angela de Jong en Olvers, die kregen nu de kans om dat recht te zetten. Ja. Nou, en dat deden ze. Ja, Angela de Jong die was vrij realistisch, want die zat erbij stoppen. Nog. Ja, die zei al stoppen. Ja, nee, die was... Indirect stoppen. Nee, die baalt er ook wel van, dat gestopt is, dat programma. Ja, ben ik van dat idee heb ik niet. Ik was ook niet zo eentje die dus altijd maar naar dat programma. Moet ik deze kazen nog uit? Maar daar sta je Nee, blazen, nee. Gewoon aan laten maar. Kaas is niet per definitie een verkeerd woord geworden. Nee, je bent gek. Alsjeblieft zeg. Nee, maar dat vind ik gewoon op een bepaald moment. Er mocht niet zoveel meer over voetbal gepraat worden, zogenaamd. En dan gaan ze daar eigen op andere manieren ergens bij inmengen. En dan denk ik, joh, blijf lekker bij je eigen dingen. En gaat niet veranderen. Alsjeblieft zeg. Ja. Duidelijk statement. We gaan over, ik zei het net al, Kik. Het leek erop dat Ajax een legendarisch record van FC Twente zou gaan breken dit seizoen. Ja. 13 tegendoelpunten uit 1971-72. Jij was daar een belangrijke pion op het middenveld. Dat is niet gebeurd. Hè. Ajax ging op een gegeven moment doelpunten incasseren alsof het de lieve lust was. En niet geloof het. Viel ik heb die spitsen een beetje gebeld. Doe je best. Ik kreeg een journalist van Algemeen Dagblad, Johan Inan, aan de telefoon. Ja. En die zei gelijk van, goh, ze hebben nog steeds maar 8 goals tegen Ajax. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zei, weet je wat? Ik ga even bellen. Nee, die spitsen allemaal. Dat ze dus, daarna was het niet te geloven. Ja. Achter elkaar vlogen ze. Als rijpe appelen. Ja. En dat volg jij natuurlijk met meer dan dus ik heb weer gebeld toen de 13 goals... Dat ze 13 goals tegenhaalden, heb ik gebeld van helaas. Stop maar. Ja. Het is al over. Ja. Wat was nou het, gelukkig is dat, hè, voor jullie is dat record bewaard gebleven. Mm-hmm. Wat was nou het geheim van het succes uit dat jaar? Van die defensieve soevereiniteit? Ja, ik natuurlijk niet, het is niet alleen de verdediging. Ik heb gekeken, we hebben een aantal jaren altijd op de derde plek gestaan en zo. 20 goals tegen, 18 goals tegen. Ja. En dan deze was het een 13 goals tegen. Ja, dat is natuurlijk in 34 wedstrijden onvoorstelbaar. Dat is niet te geloven. Ja. Nee. En als je dan ziet wie je... Want ik heb ook nog de lijstje een beetje gegeven. Je verloor met 1-0 van Ajax. Ja. Zowel thuis als uit. En de rest van de wedstrijden, die won je bijna allemaal. Ja. Ja. En je verloor er wel eens eentje. Maar waar zat hem dat in? Hè? Want jullie op het middenveld... Ik denk dat Notte van de Val, Achterberg denk ik. Ja. En daarna en Willy van der Kerkhof. Ja. Want die zat er toen ook nog... Ja. Ja. Allemaal mensen die allemaal soeverein jongens zijn met de bal. Ja, en wij hadden natuurlijk met het netteam, vooral met Willy en met René van der Kerkhof, konden we ook de diepte altijd zoeken. Ja, want die waren zo snel. Kijk, er was voor mij ook wat makkelijker voetbal. Als ik een bal kreeg, dan automatisch dan legde ik hem voor de rechtervoet met de buitenkant. En dan wist ik al, daar gaat hij. Ja. Dan gaf ik hem al en dan ging die van Kerkhof, die ging lopen. Nou, dat was niet normaal. Raket. Voordat je die ingehaald had, had hij al inderdaad gescoord. Ja. En in de beginperiode dat hij scoorde, liepen we als een gek achter hem om. Maar dat was iedere keer over die Sintelbaan.
Kleren aan het lopen. Dus wat deed je op een bepaald moment? Hadden we afgesproken met elkaar. Jongens, als hij scoort, lekker op de middenlijn staan en wachten. En dan komt hij vanzelf, komt hij eraan. En dan doen we even zo tegen hem. Maar zo werd er over geluld op dat moment. Dat is dezelfde... En we hebben natuurlijk een prachtig middenveld gehad. Ja, niet omdat ik erbij was, maar met Frans Thijssen en Arnold Nieuwe. Later. Ja, dat was later. Later. Maar dit seizoen had je achterin natuurlijk Willem de Vries. Willem, Karl Oranen, Kees van Iersel, Epidrop, Piet Schrijvers. Ja, ja. Piet uitkwam, dan maakte Theo Paalplaats, Jan Juring. Ja. We hebben nog heel eventjes... Bos. Bos uit Jaapie Bos. Ja, kreeg Jaapie Bos, ja. Ja, wat Bos gehad. We hebben die Anton Natsch nog eens rechtsbuiten gehad. Ja. Maar dat je 13 doelpunten tegen krijgt. Had jij, René, je hebt dat als jongetje gevolgd. Heb je dan zoiets van, dat is een record voor de eeuwigheid? Of dacht dat je denk van, ik wel. Wij hebben op dat moment dat niet gedacht. Nee. Echt niet. Je hebt helemaal niet in de gaten dat je met 34 wedstrijden maar 13 goals tegen hebt. Dat kan normaal. Kijk, wordt erover gesproken. Dan zeggen ze, godverdomme. Maar dat is 34 wedstrijden. Ja, dat is uniek. Dat is uniek. Maar als die Piet ook uitkwam, dan ging niemand. Nee. Kwam niemand. Zelfs zijn medespelers. Och, man. Piet, als er een vrije trap was of een cornerbal. Ach, er kwam niemand. En ik stond altijd bij de eerste paal en Epi bij de tweede paal. En dan riep hij, zodra hij in de buurt kwam, los. Nou, dan wist jij niet hoe snel we weg waren. En die tegenstander die te laat was, die had een hernia. Ja, En moet je dat vergelijken? Die kon je bij elkaar vegen. Ja, kun je niet vergelijken met nu. Nee. Hey, Van Os, Lamproe, die ballen vangen van Vitesse, die Duitse. Die houden die erachter zitten. Schubert. Bij Twente. Piet had voetbalschoenen al zo hoog. En zulke pinnen. Zulke pinnen. Ja, dus als die schoen zo naar voren kwam, dan... Piep. En er waren meer. Het Jongbloed ook. Die kwamen als kamikaze-piloot kwamen ze uit. Ja. Ja. Maar ook verdedigend stond Twente in die tijd natuurlijk ontzettend goed wel. Ja, je had gewoon... En dat was een beetje... Ja, nou ja, je had het een rechtsback. Die was rechtsback. Linksback, Kalle, Oranen was linksback. Ja. We hadden een voorstopper natuurlijk, Willem. Ja, dat was... Dat was me goed dat die Dros achter hem had staan, zeg ik altijd. Ja. Want dan kon hij niet zo nuchter blijven. Ja. Want Willem die was nog wel eens een keertje van... Lichtzinnig. Ja. Was ook niet snel. Nee, maar wel heel slim. Ja, dat was het. Ja. En hij was, de tegenstanders die hij had, die hadden altijd problemen met hem. Ja. Ja. Beetje wisgrof type. Maar hebben jullie nog wel eens contact met elkaar, met in het achterhoofd dit record? Nou toevallig is aanstaande zaterdag... Is de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ja. En dan komt die groep, wat er van over is en wat er nog is. Ja. Die komen bij elkaar en die gaan naar de wedstrijd kijken. Dat is en dan vooraf wat eten is. Geweldig. Ja, dat is geweldig. Leuk, alleen, er gaan sommige met de vrouwen. Ik zelf ben aan het werk op dat moment, dus ik kan niet. Kan je niet even erbij? Ik ga er wel even bij. Ja, jij moet als relatiebeheerder, als gast, moet je weer aan de bak. Ik moet de schrijfboxen weer even langs. En nou, Piet weet ik niet. Nee, ik denk ding is Theo Paalplaats. Theo misschien niet. Ik weet het niet. Benno wel, denk ik. Willem de Vries. Zal er ook wel zijn. Er zijn er genoeg. Maar er zijn er in ieder geval genoeg van die ploeg. Je moet met man uit die leeftijd er allemaal nog bent. Want... Ja, maar is ook zo. Dat is kijk ook. Maar naar Raiola het weekend. Ja, joh. Die kan de briefjes van 500 hier niet wegpakken. Maar 54 jaar. 54 jaar. Goeiedag. Ja, bizar. Ja. Ik was 52 toen ik dan dat darmkanker kreeg. Darmkanker. Dus en genezen verklaard inmiddels, voor de goede orde. Ja. 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 Een paar jaar geleden. Onder controle nog? Of is dat ook weg? Nee, controles zijn sinds 2017. Ja, niet meer. Ik heb mijn laatste controle gehad. Ja. Kijk, je houdt alles wel in de gaten natuurlijk. Want, maar dan ben je toch gezegend als het weg is. Ja, tuurlijk. Ja, man. Tuurlijk. Ja, We hebben ook vragen voor jou, Kik, natuurlijk. Van de, van al die kijkers. Van de kijkers. Nee. Het slaapzakken lagen ze weer voor de deur. ook een vraag aan jou, René. En dat is natuurlijk, dat heeft ook met het record te maken. Gaat dat ooit nog verbroken worden? 13 tegendoelpunten. Nee, ik denk dit kan niet. Dat Ajax al zo ver kwam dit jaar, dat was ook al bizar. Kijk, Ajax was heel langzaam uiteen. Dat had nu misschien een keer gekund, na zoveel jaren. Maar ik denk niet dat wij dat meegemaken dat het record verbroken wordt. Want dit is uniek. Laat het ook maar lekker zo, hè. Vind ik ook. Hoef ik ook niet meer te bellen. Nee, dat gouden hoer enzovoort. Ja. Even kijken. Ja, vragen van de mensen achter de camera, om het maar even zo te zeggen. Marcel ter Heegte vraagt, denk je nog vaak aan Epi Drost?
jouw makker. Ja, natuurlijk. Je denkt er altijd aan. Ook 27 jaar geleden overleden. Ja, in mei was dat. Ja. Mei was de wedstrijd met Oud Internationals in Rotterdam. Tenminste, ja. Vlak voor Rotterdam. Amateurclub. Zoveel jaar bestaan. Ja. En ik was toevallig, hij was 's morgens nog bij me in de zaak geweest. En ik was toevallig naar Heerenveen Ajax. Voor de Telegraaf werkte toen. Ja, rapporteur. Rapporteur. En toen was hij 's morgens bij me in de zaak geweest. Had hij even gevraagd hoe hij moest rijden. En ik zei, nou, luister, als je er bent, bel je maar even op. Ja. Nou, dat was dus ook zo toen hij daar was. Hij belde even van, ik ben er. En, maar verder niks verteld. Ik ben er en ik bel na de wedstrijd, bel ik je nog wel een keer. Bel ik je wel weer even terug. Ja. Dat hield hij even. Maar ik kreeg geen telefoon, maar ik werd gebeld door mijn vrouw bij Heerenveen. En die zegt, ja, Epi is overleden. Epi is overleden. Ja, die is in elkaar gezakt met de wedstrijd en over en sluiten. Ja. Ik denk, shit. Dus ik ben gelijk in de auto gestapt en gelijk vanuit Heerenveen. Ja, ja. Ook niet meer de wedstrijd, ben gelijk teruggegaan. Ja. Ja, en dan kom je aan en dan hoor je het verhaal. En dan ben ik de volgende dag met Evert Bleumink. Ja. Die is met me meegegaan om die auto op te halen van hem. Ja, en het frappante was dat hij had de auto niet bij dat veld staan van die amateurclub, maar op een begraafplaats die 100 meter verder was. Ja. Parkeerplaats van een begraafplek. Ja, ja. Ja, zoiets achterlijks. Ja, ja. Dat je denkt van nou. Ja, bizar hè eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, en op de vraag, hè, want je hebt het allemaal meegemaakt, het was een gabber van je. En, en heb je hem dan nog altijd in je systeem? Ga je nog wel eens. Want ik weet nou, de datum in ieder geval is altijd vast. Ja, dat, maar ik weet nog dat ik voor een reportage ben ik een keer met je meegeweest naar het crematorium in Usselo, waar je de urn had staan van Epi. Klopt. Daar ging je elk jaar naartoe. Ja, hè? Mijn vrouw hield dat altijd bij. Ja. En dat was gewoon vast ritueel om daar naartoe te gaan. Alleen op een bepaald moment, ja, dat is te begrijpen. De broer van Epi, Gerard, die kwam op een bepaald moment en die zegt tegen me, kijk, ik neem de urn eind van het seizoen mee. Want ja, het was voor hem ook natuurlijk iedere keer de druk. Ja. Iedere keer En dat is bij zijn moeder toen. Uitgestrooid. Ja, ja, ja. Erik ten Hag noemde Epi Drost zijn grote inspirator. Ja, dat zegt wel iets. Ja, Epi was gewoon, ik zeg het. Flamboyante levensgenieter, maar een geweldige voetballer. Epi was altijd eentje, als hij zelf een fout maakte, had een ander het gedaan. Had jij het gedaan? Ik vergeet nooit meer dat hij speelde een bal in de breedte. Was de finale tegen Munich Gladbach naar Heinkes. En die Heinkes ging als een speer er vandoor. Was het de heen- of de terugwedstrijd? Nee, in Enschede. Oh, in feite. Moeten we daar wel over hebben? Nou, we hebben het alleen over Heinkes. Ja. En die scoorde. En hij heeft een kwartier naast me gelopen en me aanlopen kijken. Ja. En gezegd tegen me, kon je hem nou niet pakken? Ja. Oh. Ja, dat was ook Epi. Dat was Epi. Ja. Mooie man, goede voetballer. Ja. En een icoon voor de eeuwigheid van FC Twente. Ja. Nog een vraag van Benny Rijmerink. Mis je de herenmodezaak? Heb je wel eens een jas bij Kik gekocht? Nee. Nou, ik ben blij van niet. Ik ben blij van niet, want degene die een jas bij me gekocht heeft, die heb ik de eerste 10 jaar niet meer gezien. Oké. Okay. Die kwam er later zeggen van. Kwaliteit. Ik heb hem nog steeds. Ze waren te goed. Ja. Kwaliteit. Kik had kleding. Ik heb 22 jaar gehad. En dan nog 18 jaar lid speciaalzak. Ja. Maar ja, ik verkocht 1 mei, die Duitse dag, dat was niet normaal. Taak der Arbeid. Mijn vader zei altijd, die kwam uit Rotterdam natuurlijk, die zei altijd, verkoop je ook aan Duitsers. Oeh, gevoelig. Heel gevoelig. Ja. Uit de gebombardeerde stad. Ja. 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 Maar kijk, kwaliteitskleding, weet je wat. Nou, ik had gewoon kleding en dat was het mooie ervan. Ja, dat kon je verder nergens kopen in Enschede. Nee. En die kleding die ik had, John de Wolf, toen de tijd. Die kwamen allemaal naar Enschede. Die oude dan, senior. Ja, André Hazes, Er werden colbertjes gemaakt. Nou, als je het aantrok, dan dacht ik van, goeiedag. Ja. Er zaten kleuren op. En, Maar dat was voor jou te duur. Tuurlijk, ik ging wel eens kijken daar. Ja, ik gaf alleen de goede klanten kort. Ja, zo werkt het ook alweer in het leven. Ach, dat kon je niet betalen. Natuurlijk niet, joh. Nee. Ik moest erop. Nee, 22 jaar, 97 ben ik ermee gestopt. Ja. Mis je nog wel eens die wereld? Nee. Die gekke tijd dat ze nu naar Amsterdam rijden om een t-shirt te kopen voor 800. Ja. Ja. En 98 ben ik bij Twente begonnen. Ja. Ja.
En nog steeds. Nieuwe stadion. En ja. nog steeds. 24 jaar. Ja. Dus in februari volgend jaar 25 jaar commercieel. Ja, er zal wel iets aan worden gedaan, denk ik. Hè? Daar gaat Twente wel iets 25 aan. Jaar kom, vanuit, 25 ja. jaar commercieel, moet je je voorstellen. Ja. ja, het is ongelooflijk. Maar is dit jasje er ook nog van, Kik? Dit? Deze? Ja? Nee, die heb ernaast gelegen. Oh. die ziet er goed uit nog. Ja, ja jasje, maar dat, kijk, dat heb je wel. Visgraat erin. Daarom. Ik ja. kocht ook dameskleding, dat leer speciaal wel. Oh, ik had die ook wel voor dames ik, ja, dat had ik in de Zuidmolen. Ja. Nu ga je ogen oplichten. Ja, ik weet wat hij wil alle zeggen. Setjes, ja, ja. Alle setjes, ja. Rokjes, hotpants. Ik verkocht die Melanie Griffith. Ja, die liep toen in Hengelo, weet je wel, die van die blanke school gebeuren. Oh nee, die Melanie, Florence Griffith. Florence Joyner Griffith, ja. Die kocht bij mij een leer setje. Wereldrecord 100 meter. Knalgeel, een hemdje in leer met een hotpants eronder. En die ging staan pas in de Zuidmolen, dat was alleen maar glas en zo. Ja. Nou, ik heb gewoon 24 met nekkramp gezien toen. je had entree kunnen vragen. Oh. Ja. Maar dat zijn wel mooie dingen. Ja. En er was ook nog die hardloop, die 100 meter lopen van Amerika. Hoe heet die? Carl Lewis. Kelvin Smith. Carl Lewis die kwam dan met die... Griffith. Met die Griffith. Zo. Ja. Ja. Ze kwamen samen dus, binnen ja. bij jou. Ja, dan wist ik niet wie het waren. Oh. Twee snelste sprinters van de wereld. Zo snel was ik niet. Ja. Helaas veel te vroeg. Die vroeger in dat was ik een dag of 14 bezig geweest. Ja. Flo Joe, veel te vroeg overleefd. Daaraan gekoppeld nog even een vraag van Timo Lenting. Waarom heeft FC Twente maar 1 jaar met het merk Kicks 21 gespeeld? Dat was een jaar of 3 geleden, geloof ik. Ja, het was in de... Eerste divisie. Eerste divisie. Ja, ja, dat was eigenlijk een tussen... Fase. Omdat ze nog met een bepaald merk bezig waren, dat was nog niet in de orde. En toen werd er aan mij gevraagd... mogen wij Kicks 21 gebruiken? Kicks 21, ja. Dat ving natuurlijk voor de geweldig. Ja. Het was natuurlijk een uitstraling. En je was op tv, noem maar op. Ja. Was veel in beeld. Ja, jammer genoeg, op dat moment had ik de zaak niet. Dan had ik de zaak moeten hebben, dan had ik in ieder geval weer leeg verkocht. Ja. Maar het is een prachtige tijd geweest. Ik heb 22 jaar met plezier mogen doen. Ja, en dit doe ik weer 24 jaar, al met veel plezier. Ja. En dit was 1 jaartje dan als hoofdsponsor, tussen oplossing. Ja, duidelijk. Ik heb er alleen nog wat geld van te goed, maar... Is dat zo? Ja. Maar dat wordt verder niet. Dat doen we na de tijd even. Anders worden er incassozaken aan tafel bediscussieerd. Dat moet ook weer niet. Maar komend weekend natuurlijk. Zoals net al gezegd, FC Twente speelt thuis tegen Fortuna Sittard. Ja. Die hebben op de kloten gekregen van Feyenoord. Ja. Tussenwedstrijd had natuurlijk. Ja. Hè, richting Marseille. Thuis, wat gaat dat worden? Uitslag. FC Twente, Fortuna Sittard. Ik denk 3-1. 3-1. Ja. Geen discussie. Nee. 3-0. 3-0. 3-0, ja. Ja. Fortuna, ondanks het feit dat ze aan het struggelen zijn. En ik denk dat Dinges nog scoort even. Hoe heet die? Fleming? Nee, die andere. Zeuntjes. Ja, dat zijn de twee spelers. Ja, maar die Zeuntjes vind ik zo eentje. Ja. Ja. Kan. Zo'n wedstrijd. Ja, een kooltje misschien, maar Twente wint. Twente zal er heel anders in staan dan op het kunstgras van Heracles. Ja, tuurlijk. En over Heracles gesproken... Willem II Heracles. Willem II heeft de punten. Heeft brood nodig. Ja. Wat gaat dat worden? In Tilburg. Willem II Heracles. Kevin Hofland, trainer geworden. 2-1. 2-1 voor Willem II. Nou ja, Heracles kan het leiden. Ze kunnen ook nog met een beetje fantasie. Ze hebben 34 punten, toch? De play-offs halen. Hey, 34 punten. 34 punten. Ja, nee, die blijven erin. Ja. Ja. Wat denk jij, wat gaat er worden? 1-1. 1-1 Willem II uit. Ja. Roemerato trouwens, de voetballer, viel in geloof ik of niet? Of? Ik heb hem niet gezien. Nee. Ik heb de wedstrijd ook niet. Hij begon in ieder geval niet in de basis. Hij heeft zijn dingetje op zijn hoofd, dus dat is me niet opgevallen. Wat gaat daarmee gebeuren, weet jij al meer? Want jij hebt afscheid van hem genomen, maar heb je nog contact met hem? Ik weet niks meer, Ed. Jij als ex-zaakwaarnemer van hem? Ik weet er helemaal niks meer van. Er waren een aantal jongens uit Zeeland toen. Ja. Dat was Roemerato. De Jager. Ja, de Jager en nog eentje die alweer terug is. Uiteindelijk is heeft niemand Twente gehaald. Nee. Tenminste, echt basis heeft niemand gehaald. Nee. Twente wil Roemerato niet bijtekenen. Willem II ook niet, denk ik. Dus hij zal transfervrij zijn. Ja, er zal een keer een belletje binnenkomen dat hij ergens heen gaat. Maar ik heb er niks meer mee. Dus ik hoef er niks meer mee. Oké, duidelijk. Kik, mooi dat je er was.
Succes met alles bij FC Twente. Ja, we weten dat, dat jij erg belangrijk bent voor de organisatie. Je gaat ook nog weer wat boksen verkopen de komende tijd. Dat gaat allemaal lukken. Ja, dat komt goed. Dat komt goed. Ja, ja, daar doe ik mijn best voor. Ja, het leuke is altijd dat je wedstrijdsponsoring hebt. Wedstrijdbalsponsor. Aanvoerdersbandsponsor. Ja, allemaal regelen natuurlijk. En de goede tijd is toch iets makkelijker? Ja, maar zoals het nu gaat, ja. Ja, ik vind het altijd, en dan ben ik heel leeg. Het is voor mij altijd een uitdaging. Om ja, toch weer te proberen om iets ja. binnen te halen. Ja. Moeilijke tijden ook ik, wel. Voor zeker weten, zeker ja, weten. Ja, ja. En ik heb gelukkig af en toe heb ik er wel eentje die dan tegen me zegt van kijk, als je nog wat nodig hebt, ja, dan kom maar. Bel maar. Ja, ja, ja. En dat is wel fijn natuurlijk, dat is wel leuk ook. En dan, daarna bedank je die mensen weer en dan, ja. Ach, ja. Die zeggen het ook nog met een lachend gezicht. Ja. Dus dat is alleen al mooi. Dat is en ze zien ook bepaalde reclame naar de club. Ja. Want dat is, ja. Het is natuurlijk dat is het. Van beide kanten belangrijk. Ja. Ja. Dankjewel René. Ook volgende week Maretti bij een sponsor aan de bak. Dat is in Almere. Dan hebben we Andy van der Meijden hebben we in de opstelling. En ik ben er dan niet, maar ik heb een waardige vervanger in de persoon van Jan Medendorp. Tot binnenkort. Okay. Tot straks.